Elis, we hebben elkaar nog niet gesproken na je zilveren race. Hoe heb je geslapen? Wel aardig goed, maar dat kwam ook vooral denk ik omdat ik echt kapot was gisteren. Want daarvoor sliep je niet zo goed, zei je al? Nee, inderdaad. Ik heb 3 dagen niet echt heel fijn geslapen. Iedere keer als ik omdraaide, werd ik wel wakker. Hoe verliep die race? Zat dit erin van tevoren? Nou, ik had niet verwacht. Nee, zeker niet. Ik was al blij dat ik in ieder geval bij de eerste 4 hoorde. Maar toen dacht ik wel van, nee, ja, nu moet ik wel voor die medaille gaan. Toen heb ik nog een keer alles gegeven en mogen strijden voor plek 1 en 2. Wanneer komt dat besef? Ik denk naarmate gewoon de hele dag wel. Als je eenmaal bezig bent, voel je toch wel in wat voor staat je bent en hoe je benen eraan toe zijn. En ja, het is ook een beetje zelfkennis, denk ik. En wordt het verschil dan in die finale pas echt duidelijk? Dat is dan de stap die je nog moet maken? Ja, in de finale werd het toch wel heel duidelijk. En dus denk ik ook gewoon de ervaring die je ermee hebt. En het is voor mij natuurlijk echt zo'n eerste echte EK. Dat alles op 1 dag is. En het was wel echt super zwaar, maar ik heb wel echt alles eruit gehaald wat ik kon. Straks 2e ronde in de Kerin. Wat gaan we doen? Ik weet het niet. Ik hoop dat we doorgaan naar de finale voor plek 1 tot en met 6. En ja, net in de kwalificatie ging het eigenlijk super goed, wat ik ook niet had verwacht. Dus ik ga gewoon weer alles op alles zetten om door te gaan. Kom je langzaam toch in de flow waar wij het vrijdagavond over hadden? Misschien toch wel. Stiekem wel, denk ik.